ook natuurlijk. Mannen zijn eigenlijk betreurenswaardige wezens. Ja, toch, dames? Ja. Je hoeft niet zo hard, hè? Dat kan ik wel zeggen. Nee, ik vond het leven ook nog veel leuker toen ik in een vrouwenlichaam zat. Ik heb 9 maanden in een vrouwenlichaam gezeten. Tegenwoordig ga ik al nog 3 minuten vol. Wat is er nou erger dan geen Sinterklaas vieren? Ik denk dat het nog erger is om wel Sinterklaas te vieren. Je moet er niet aan denken dat je op 5 december met je familie op de bank zit, dat je van die cadeaus krijgt. Waarvan je dan altijd zegt, nou, dat had je niet hoeven doen. Dan weet je al dat dat cadeau morgen, de dag daarna, op Marktplaats staat. Waarom zou je in godsnaam met je familie bij elkaar gaan zitten op 5 december... als je naar de oudejaarsconferentie kan komen, in de Veste, in Delft... om bij mij te zijn en het jaar nog 1 keer door te nemen. Dat is toch vele malen leuker dan iets uitpakken. Laat je inpakken. Streng zijn voor je kinderen, daar begint alles mee. Ik zou je een tip geven. We hebben allemaal wel eens dat je kind helemaal uit zijn kokosnoot gaat in de supermarkt. Dat je helemaal als een kanarie, dat hij rond ligt te tollen als een stuk vuurwerk. Ken je dat? Zal ik je een tip geven? Weet je wat je moet doen? Je stapt 1 meter naar achter en dan zeg je, kindje, kindje, waar zijn je ouders?